Wat de Olympische Spelen zijn voor Griekenland, zijn de Highland Games voor Schotland. De Highland Games zijn ook in Nederland populair. Dat bleek afgelopen zondag in Hank. Doedelzakmuziek terwijl 19 sterke mannen in Schotse rokken in de finale van de Highland Games streden om de Nederlandse titel. En wel op de onderdelen boomstam werpen, hamerslingeren, steenstoten en gewicht gooien. Ja, de Highland Games zijn natuurlijk ontstaan in Schotland. De naam zegt het al, in de Schotse hooglanden. Het was eigenlijk door de landheren. Die hadden hun sterkste lijfeigenen. Die gingen dan aan de slag met boomstamwerpen. Vroeger waren het hele bloedige gevechten. En later hebben ze het meer in de sportieve sfeer gedaan. En daar zijn die Highland Games uit ontstaan. Wat voor mensen doen er nou aan mee? Over het algemeen ja, diverse plumage. Jongens die een sportschool bezoeken over het algemeen. Maar ook gewoon hele sterke die van oorsprong sterk zijn. Boeren zijn behoorlijk uit de kluiten gewassen. En die vinden het gewoon mooi. Met name in Friesland. Want je ziet de helft komt uit Friesland er vandaan. Dat is een beetje de oorsprong. André Visser gaat zijn derde en laatste worp doen. Gaat het goed? Boven verwachting. Dus ik sta nu, als ik het goed weet, nu nog sta ik nog derde. En dan ben ik eigenlijk zeer tevreden. Dus ik hoop dat ik het zo volhoud. En ik hoop als dat dit goed gaat, misschien volgend jaar naar Schotland toe. Is dat de ultieme kick? Ja, dat is de ultieme kick. En dan zeker tegen Wout en Gregor natuurlijk, omdat ja, die jongens wil een keer verslaan en daar blijf je de kosten van gaan natuurlijk. Dat is een man die hier een explosie teweeg gaat brengen. Dat is een mooie. En natuurlijk geen Highland Games zonder pipebands, ofwel doedelzakken. Het is een hele moeilijke hobby, doedelzak spelen. Ja. Hoe komt dat? Het is moeilijk omdat je eigenlijk met een bepaalde techniek te maken hebt. Het is niet net als op een fluit of een trompet als je blaast dat je direct geluid krijgt. Dus je blaast eigenlijk een balg vol die onder je arm zit. Die druk je leeg met je arm. En dat maakt eigenlijk een constant geluid dat uit de doedelzak komt. En dat is eigenlijk het meest lastige, om die techniek goed onder de knie te krijgen. Kun je het eens voordoen? Kom je nou aan zo'n kilt? Nou, die kilt die wordt gemaakt in Schotland. En dat is ook een Schotse tartan. Ruitmotief is dat. Daar loopt ook een regiment van het Engelse leger in. En wij hebben contacten met dat regiment. Want dat is het regiment wat meegeholpen heeft aan de bevrijding van Walcheren, waar we dus vandaan komen. En dat zijn hele goede contacten. Zo goed zelfs dat we hun tartan mogen gebruiken in onze uniformen. Ja, in feite moet elke band die een tartan gebruikt en geen clanlid is, die moeten in feite toestemming hebben van de clan. En de clan is dus een familie die een bepaalde kleurenschema voert. Ik zie allerlei versierselen, ook onderaan de buik. Wat is dat? Dat noemen ze een sporren. En het is nu voornamelijk versiering. En wij hebben dan een tasje erachter zitten, zodat we ook nog de portemonnee en een zakdoek en de sleutels en dergelijke in kwijt kunnen. Maar origineel is het in feite bescherming voor de edele delen. Nou ben ik toch altijd heel erg benieuwd of wat jullie dan onder die rok aan hebben. Zit daar dan nog iets? Ja, nou een echte schot heeft er niks onderaan. Misschien zegt dat voldoende. Ben jij een echte schot? Nee. En heb je nog bepaalde rituelen voordat je er naartoe loopt? Ja, je zou je eigenlijk concentreren.
En dan ja, komt ze maar een beetje op jezelf te schelden. Nou ja, dan gaat het meestal wel goed. Concentratie. Ah, dat was een hele mooie. Yeah. Het helpt toch, meiden, wat jullie doen. Tussen het hamerslingeren en steenstoten door konden de bezoekers kijken naar een roofvogelshow. Dit is een Amerikaanse zeearend. Een bold eagle. Een bold eagle, dat is het wapen van Amerika. Ze wordt heel oud. Deze is nu 27. Maar hij kan goed 80, 90 jaar worden. Dat is zeer oud. Maar we hebben een hele goede band samen. Dus bij anderen, als hij die pak op de arm, is hij vrij lastig en vervelend. Pak ik uit de kooien hem niet het eerst, dan is hij heel jaloers en heel vervelend. Je hebt eigenlijk alles gewonnen wat er maar te winnen valt. Ja, qua Highland Games kun je dat wel zeggen. Ja. Een hele mooie titel was Champion of the Champions. De alle kampioenen bij elkaar in Aberdeen in Schotland, waar het hoort. En die wedstrijd won ik van Matt Sandford en Pieter Goed met zijn hele grote jongens. Greg Redmond, die hier ook is. Dus daar was ik heel trots op. En van het jaar ben ik weer Europees kampioen geworden. Dus het ziet er heel goed uit, nog steeds. Gaat het vandaag goed? Ja, zeker, maar ik verrassend hoeveel tegenstand dat er hier toch is, vooral uit de omgeving. En zeker Theo Berkelaar, die hebben heel, heel goed gegooid. Ja, ik ben diep onder indruk. Ik denk dat Theo gewoon nummer 1 van vandaag wordt. En weet u waar hij nou staat, op welke plek? Ik denk dat je nou voor het boomstandwerpen op een derde plaats houdt. Heb je al een favoriet uitgezocht? Wout. En die achter ons, dan wordt naar een boomstam gegooid. Hoe gaan de spelregels? Hoe gaat dat? Trussing the caper. Dus het is qua kracht is het een van de mooiste onderdelen. Ook heel oud. Uit Schotland. Het is heel simpel. Je pakt de boom op en je moet hem over de kop gooien. Dus hij moet rechtop en dan vooruit vallen. En ben je niet sterk genoeg, dan gaat hij niet, komt hij weer terug. En ben je sterk genoeg, dan kan hij heel rechtdoor gaan. Is 12 uur. Hoeveel train je dan op een week? Nou, dat train je toch elke dag wel. Ja. En hoe gaat dat? In de achtertuin? Of heb je daar speciaal veld voor? Ik heb boerderij, dus in het land. Soms moet de schaap even aan de kant jagen. En ik heb ook alle gewichten thuis en boomstammen. Dus dat is. Als je op een flat woont, heb je problemen met deze sport. Dat is duidelijk. Ook het schapendrijven maakt deel uit van de Scottish Way of Life. Het is een echte bruikbare hond en ik heb er dus ook altijd echt het werk mee gedaan. En in Schotland en heel Groot-Brittannië zie je daar nog dagelijks mee gewerkt worden, ja. En dit is dan leuk, het ziet als entertainment uit, maar uiteindelijk is het gewoon ook werk, want je laat zien wat je die honden bijgebracht hebt. Want dat willen werken met die schapen zit er wel in, maar hoe? Zoals jij dat wil en dat het netjes gaat en dat het naar links en naar rechts, dat moet je ze natuurlijk bijbrengen. Daar zo worden ze niet geboren. Theo Berkelaar moest het dit jaar stellen met de derde plaats. De Schot Gregor Edmonds behaalde de tweede plaats en titelverdediger Wout Zijlstra won ook dit jaar de Highland Games in Hank.